pitchen. 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 Pitchen is leuk en pitchen is opwindend. Nou, misschien is pitchen wel het meest opwindende wat je kunt doen met je kleren aan. Waar wij mee gestopt zijn is vooral eigenlijk zeg maar, vertellen welke dingen je hebt. We zijn natuurlijk ook hebben een technisch achtergrond, zijn een bedrijf dat iets maakt, maar om heel erg veel in de technische details van allerlei maakmogelijkheden, machines en andere dingen te blijven hangen. Als je er goed over nadenkt, interesseert dat jouw klant natuurlijk helemaal niks. Want die wil eigenlijk alleen maar weten wat het voor hem of voor haar betekent. Dus het zijn ook geen unique selling points waar je het over moet hebben, maar buying reasons, zoals dat dan tegenwoordig mooi heet. Dus waarom zou die klant bij jou willen kopen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor ondernemers, vooral startende ondernemers, dat heb ik ook gedaan in de periode dat ik startte, dat je heel veel op netwerkborrels komt. Het is gewoon belangrijk dat men je kent en niet gelijk als een heiger naar die klant toe en van, goh ja, kunnen we wat voor elkaar betekenen? Nee, eerst eens even kennis maken met elkaar. Wat ook leuk is aan een pitch, of wat een pitch leuk maakt, is een goede one-liner. Of beginnen met een vraag. Een vraag die tot de verbeelding van de toehoorder spreekt. Die zich in die vraag herkent of het probleem herkent. En er tijdens de pitch achterkomt dat jij de oplossing voor zijn probleem heeft. Het. Succesvolle communicatie gaat voor mij over goed luisteren. En daarop reageren. Het doel van de pitch is het leggen van een haakje. Je wil graag dat je gesprekspartner weet welk probleem je voor hem kan oplossen. Leg vooral ook uit wie je doelgroep is. Dan weet je gesprekspartner meteen, hey, dit is interessant voor mij. Of juist net niet. Pitchen. Maar gewoon puur.